Oekraïne. Het conflict gaat alweer in een nieuwe ronde. Wij informeren u over tegenstemmen over de stand van zaken in Oekraïne, die er door de zogenaamde publieke media worden onthouden. Goedenavond. Klagemauer TV heeft vanaf het eerste uur van de crisis in Oekraïne op grond van Oekraïnse filmdocumenten en ooggetuigen aangetoond dat de regeringscoup in Oekraïne een door de VS geplande en meegefinancierde coup was. Doel van dit gele offensief is de overwichtspositie van de VS tegenover Rusland. Een totale Europese oorlog schijnt alleen nog te kunnen worden vermeden door dienstweigering van alle Europese volken. Bekijk daarom onze uitzendingen, telkens weer opnieuw, totdat u de kern van de boodschap kunt begrijpen. Hoe is het mogelijk dat de zogenaamde publieke media tot vandaag, tegen beter weten in, precies het tegendeel van de echte oorzaak mogen verspreiden in de hele wereld? Dat moet inhoud worden van de onderzoeksinstanties. Oekraïnse burgers ter plaatse beschrijven het volgende verloop van de crisis als de echte. Nadat de Oekraïnse bevolking niet langer bereid was zich te laten overheersen door criminele minderheden, begon ze haar protest tegen deze oligarchen te uiten op de Maidan. Dit volksprotest werd echter doelgericht geïnfiltreerd, omvergeworpen en overgenomen door terroristische eenheden. Oekraïnse ouders en ooggetuigen zeiden dat hun kinderen letterlijk werden gecontracteerd en gevormd voor deze terreur door activisten die door de VS waren opgeleid. Alle uitspraken van getuigen en filmdocumenten die tot nu toe werden gezonden aan Klagemauer TV tonen aan dat in Oekraïne onder valse vlag terreur en oorlog wordt gevoerd. Het Oekraïnse volk zelf wil geen oorlog. En inderdaad, welk volk wil dan wel een oorlog? Op 31 juli 2014 toonden we u de beelden van vaders en moeders die de oproep van hun zonen verbrandden. Ze deden dit voor de ogen van de militaire gerechtsmensen die hen juist hadden bedreigd met 5 jaar gevangenis in geval van weigering. Vandaag, slechts 1 dag later, wordt het Oekraïnse volk een oorlogsbelasting opgelegd van 1,5% van het inkomen, wat omgerekend circa 10 miljard euro moet opbrengen. De nieuwe terroristenregering financiert met dit geld de militaire offensieven die het voert tegen de zogenaamde separatisten en opstandelingen in Oost-Oekraïne. Zoals talloze filmdocumenten bewijzen, wordt de strijd van de militaire troepen heel vastberaden gevoerd tegen de burgerbevolking. De tegenstanders van de regering in Oost-Oekraïne zijn echter voornamelijk normale Oekraïnse burgers die net zoals vroeger niets meer te doen willen hebben met deze oud-nieuwe criminele regering. Want precies deze oligarchen, waartegen oorspronkelijk het protest op de Maidan zich richtte, zijn immers weer in hun ambt. Ze doen alsof ze strijden tegen rebellen, terroristen en gevaarlijke nazi's. Talloze ooggetuigen berichten ons echter dat door terroristen geïnfiltreerde soldaten in oorlog zijn tegen de Oekraïnse bevolking. In duidelijke bewoordingen betekent dit dat de Oekraïners er vandaag toe gedwongen worden de oorlog tegen zichzelf ook nog te financieren. Het steeds luider wordende verwijt dat de zogenaamde separatisten in Oost-Oekraïne zich laten ondersteunen door Moskou, wordt voor kenners van de situatie steeds onbegrijpelijker. Welk volk zou geen ondersteuning zoeken bij zijn bevriende buurstaten wanneer het wordt vernietigd door terroristische eenheden? Welk welgezind buurland zou passief toekijken? Hoewel deze ondersteuning uit Moskou tot vandaag niet kan worden bewezen, is de toestand hachelijk. Want Rusland moet genoodzaakt worden tot oorlog. En Poetin weet dat. Helpt hij Oekraïne niet, dan moet Rusland werkloos toekijken hoe een bevriend buurland strategisch wordt overgenomen door de VS en de NATO. Grijpt Rusland echter in, dan heeft het de Amerikaanse aanstokers tot oorlog het gewenste voorwendsel voor een totale Europese mobilisatie tegen Rusland. Hoe gevaarlijk de tegenwoordige toestand voor heel Europa is, toont de nieuwe film met de titel Oekraïne, duidelijkheid in de voorhof naar de hel. Bekijk deze film alstublieft niet met kinderen. U kunt hem binnenkort ook zien op onze site. Hoewel de tegenwoordige wereldsituatie heel gespannen is en het steeds onwaarschijnlijker is dat Europa verschoond blijft van de oorlog, toont deze film toch een weg die hoop geeft.
Maar deze hoop moet wereldwijd openbaar bekend worden, omdat de internetcensuur de noodzakelijke verspreiding van zulke films in toenemende mate onmogelijk maakt, blijft alleen nog het engagement van de verspreiding door iedere afzonderlijke kijker. Verspreid u daarom de link van deze film waar u maar kunt. Wij danken u vooraf hartelijk voor uw medewerking. Tot de volgende keer.